Vandaag krijgen we een interland te zien. Het commentaar daarbij wordt geleverd door Jori Mulder hier naast mij en mijzelf, Evert ten Apel. Number one, Gianluigi Buffon. Op 28 mei 1928 werd op het FIFA-congres in Amsterdam besloten om een eerste wereldkampioenschapsvoetbal te organiseren. Dit eerste WK werd in 1930 gehouden in Uruguay en tevens door het gastland gewonnen. En daarmee werd Uruguay tot de eerste officiële wereldkampioen voetbal. Marco Parado, nummer 7, Jorginho, nummer 20, Marco Verratti, nummer 11, Ciro Immobile. Het nieuwe stadion, de Volgograd Arena in het zuiden van Rusland, is hard gebouwd voor dit toernooi. Het dient als locatie voor wedstrijden in de groepsfase. Ja, het ligt in het centrale park van Volgograd, de uitgestrekte stad die aan de bekende rivier de Volga ligt en vroeger Stalingrad heette. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Het 4-3-3 systeem met de klassieke buitenspelers. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja, is toch mooi. Ik bedoel, dat is een beetje waar wij voor naar het voetballen gaan. Mensen die een man opzoeken. Met buitenspelers die lekker gaan pingelen. Ja, dat is aanvallend voetbal. Daar doen we het. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. Twee keer een 4-3-3 systeem. Dat is erg opvallend, Boeri. Ach, op zich niet, Evert. Het is een systeem dat veel wordt gehanteerd in het moderne voetbal. En ik ben vooral benieuwd naar hoe de buitenspelers het invullen. Er is veel gezegd en geschreven over deze wedstrijd. En eindelijk gaat hij dan beginnen. Ja, de teams zijn aan elkaar gewaagd en iedereen is benieuwd naar de afloop. Jorginho. Insigne. Keeper kan die bal op gaan halen voor een doeltrap. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Die paas wordt onderschept. Hij zoekt naar steun. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linke plek ook om de bal kwijt te raken. Daar zit de tegenstander tussen. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Daniele Rugani. Jorginho. Immobile. Insigne. In de buitenspelval getrapt. Zit voor de andere ploeg nu. Kijk of het nog oplevert. Jorginho. Recht op het doel af. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen.
Nou, scheids, die muur is behoorlijk naar voren. Oei, dat was een uitstekende vrije trap. Ja, de doelman pakt het. Het afjagen van de tegenpartij is goed voor een inworp. Jorginho, Chiellini. Heel goed gedaan van die doelman. Oh, dit kan een kans worden. Verratti. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Dat wordt oppassen geblazen met die ingooi van Italië. Jorginho. En hij is de bal kwijt. Marco Parolo. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Fijn paasje. Hij wordt weggestuurd. Schot gelost. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Marco Parolo. Lorenzo Insigne maakt zich wellicht al op voor een schot. Overtreding en dus een vrije trap op een mooie plek voor een specialist. Daar krijgt hij een gele kaart voor hoor. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De muur smokkelt, maar de scheidsrechter schijnt er niet mee te zitten. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Jorginho. Wie weet levert dit een kans op. Immobile. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Verdi. Hij dribbelt met hem. Hij krijgt hem op de slot. Doelpunt. Ze komen op voorsprong en dat is volkomen verdiend. Ja, ze zijn tot nu toe de bovenliggende partij geweest. Dan verdien je de voorsprong. Tja, ook zonder bekende glazen bol had je dit aan kunnen zien komen. Ze spelen gewoon veel beter en krijgen kans op kans. Ja, ze zijn duidelijk superieur, Evert. Ze sturen de tegenstander van Kastje naar de muur. Hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Dat is geen beste voorzet. Zo maak je het de verdediging veel te makkelijk. Insigne. Nog steeds aan het dribbelen. Een grote mogelijkheid hoor. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is de dreun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze nog meer ruimte weggeven.
Ze scoren twee keer achter elkaar alsof het niets is. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Verdi. Marco Parolo. Knap verdedigd. Rijkse ploegen open die kopbal. Nu moeten ze counteren. Dat zou de aansluitingstreffer moeten zijn. Daniele Rugani. Immobile. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Verratti. En nu doorgaan. Op de lat. Jorginho. Immobile. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij schiet. Die bal wordt gestopt. Ingreep door de keeper. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. De bal wordt voor het doel gebracht. De keeper werpt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Bal teruggelegd. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Marco Parolo. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ziet er gevaarlijk uit. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Ze kiezen voor de lange variant. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Ze hebben de bal veroverd, kijken wat ze ermee kunnen. Immobile! Dat is een beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Mogelijk een goede kans hier. Daniele Rugani. De bal rolt ongehinderd door. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Daar is het schot. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop.
De corner wordt diep getrapt. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt hoor. Maar ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. We spelen nog even verder, want 4 minuten blessuretijd. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Het gevaar wordt afgeslagen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Immobile. Verratti aan de wandel. Bal midden voor het doel. Oh, dat was toch een kans hoor, maar zeer matig kop. Dat zul jij als kopspecialist nog met me eens zijn. Ja, totaal niet goed geraakt, die bal. Slecht getimed en totaal de verkeerde richting ook meegegeven. De eerste helft is gespeeld, stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong dus. De fans zitten klaar voor het aanschouwen van de tweede helft van de wedstrijd in de Volgograd Arena. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Probeert het. Oh, hoe krijgt hij het voor elkaar? Hij heeft hem nog vast ook. Daniele Rugani. Jorginho. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij... Dat was gruwelijk mooi. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en ja, dan krijgen we een corner. De bal wordt voor het doel. Chiellini! Een gevaarlijke bal waar de verdediging de grootste moeite mee heeft. Buffon. Hij drijft de bal op. Jorginho. Verdi. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Immobile moet scoren. Net over. Vaak zie je in zo'n situatie een keiharde pegel op doel. Maar zo'n geplaatste bal is ook niet verkeerd. Nee, je moet er ook wat geluk bij hebben. Want die bal moet een behoorlijk afstand overbruggen. Hier kon je op wachten hoor. De trainer straft zijn beroerde spel af door hem naar de kant te halen. En waarschijnlijk is dat maar beter ook. Hij moet deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over.
Ja, ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt, maar dit is wel een hele erge afzwaaien. Verratti. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Wie weet levert dit een kans op. Er wordt gefloten voor een hensbal. Die was overduidelijk, lijkt me. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En dan moest dus iets gebeuren. Marco Parolo. Mogelijk een goede kans hier. Spektakel. Bal terug van de paal. Laten wij die doelpoging nog eens bekijken. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Jorginho. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Tegenstander weet de paas eruit te halen. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Hij heeft blijkbaar toch een behoorlijk tikje. Fijn paasje. Hij is doorgebroken. Uitgelezen kans om te scoren. Doelpunt! Wat een fantastische kopbal. Parolo, Matteo Darmian. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Met zo'n voorzet ga je de keeper niet moeilijk maken. Daar zit een tegenstander tussen. De bal, als u het mij vraagt, was dat een goal geweest. Maar volgens de scheidsrechter was het buitenspel. Insigne. Oh, dit kan een kans worden. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? De scheidsrechter laat doorspelen. Dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens, Evert. En dit is natuurlijk een voorbeeld waar je ziet dat de voordeelregel goed is toegepast. Immobile. Er staan nog 20 minuten op de klok. En ze zijn het balbezit kwijt. Hij komt nu op een afstand dat hij kan. Recht op het doel af. Immobile. Jongen, wat een kans zeg. Die had het toch wel ingemogen. Absoluut. Goed ingegrepen van de keeper. Ja. 1-op-1 moet je zo'n bal natuurlijk binnenschuiven. Immobile. Immobile moet scoren. Doelpunt
Ze vergroten de voorsprong. Dit is de dreun van Jewelsen voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Wat een prachtig uitgespeeld doelpunt. Ja, ze zijn duidelijk een klasse beter dan de tegenstander. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nog net iets meer dan een kwartier te gaan. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wil opleveren. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Het is loop. Wat een actie. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Tegenstander echt niet wakker van. Een vrije trap van helemaal niks. Ja, dat was een zwakke poging, Evert. Die bal kwam nog niet eens in de buurt van het doel. Matteo Darmian. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Verdi. Die bal wordt nog net onderschept. Daniele Rugani. Lorenzo Insigne. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De tegenstander weet de paas eruit te halen. De bal rolt ongehinderd door. Hij lijkt zich daar geblesseerd te hebben. Immobile moet scoren. Gewoon een mooie goal. Hij blijft oog in oog met de doelman heel rustig en rolt de koeltjes af. Uitstekend gevoetbald. Dat is doelpunt nummertje 2 voor deze jongen. En hij lijkt niet van plan het rustig aan te doen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Zo scherm je een bal af. Nummer 2, Daniele Rugani. Verdediging blokt. Vrije trap zo laat in de wedstrijd nog.
Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En moet je dat niet horen. Dat vond zij ook. Maar toch moet hij plaats maken voor een teamgenoot. Marco Parolo. Hij weet die paas onderscheppen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? 5 minuten blessuretijd heeft de 4 official. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ik zou maar uithalen. Oh, die bal gaat erin via de lat. Prachtig gezicht hoe de bal via de onderkant van de lat in het net verdwijnt. Een voltreffer noemen we dat. Ik dacht even dat hij aan de andere kant van de lijn eruit zou stuiteren. Maar hij zit er toch lekker in. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Het gaat ze makkelijk af, Jury. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Hij moet die bal snel wegtrappen, hoor. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. De scheidsrechter blaast voor het einde van de partij. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè. Dus dat is toch knap. En hij past van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En... ja, ik denk dat dat vandaag de zege heeft opgeleverd.